Jansje, 65 jaar oud vandaag. Je bent geboren op de Bocht van Wezep. Hoe ging dat vroeger? Ik had veel broers en twee zusters nog. 12 jaar toen ben ik van school gegaan. En toen moest ik thuis helpen. Als de jongens bezig waren op het land, dan moest ik altijd eten brengen. Koffie. En dan moesten ze soms iets warm eten. En ik kwam ja een boodschappen. Ik moest alles een beetje boodschappen doen. Nou ja, toen ben ik allemaal getrouwd. En toen moest ik ook meer melken. Op mijn oude fiets. En dan op een melkbus achter op de fiets. En dan gooi je de gender ook. Ik had mijn straat weg. Moest weer erop gaan. Arend, je bent geboren in Hartelmerbroek. In de Vosschule? Ja. Ik ben 29 april 25 ben ik geboren. Toen kreeg ik ook nog een keer wateroverlast. Toen moest mijn vader moest met de koen moest weg van de boerderijen. Dat moest ze. En toen kwam wie terecht in Wezen bij de verloskundige. Toen kwam onderdak erin. Hij dan een beetje ja, schreeuwen of zoiets. Ja, dan kreeg ik zo'n sukkerpreppie. Kreeg in de mond om iets wat te zoeken, weet je wel. Nou ja, goed, in 1940, toen ging ik van school af. Maar toen voelden ook net de Duitsers in. De oorlog brengt uit, wat heb je door meemaken op de Bocht van Wezep? Nou, we hadden vaker Duitsers bij ons huis. Maar een keer op een loop kwam ook een hele stel Duitsers. Die moesten bij ons in de kamer en we hadden zelf een klein keukentje. Nou, toen moesten we koffie schenken. Ja, we waren niet uit Duitsland, dan kwamen weer van die meiden. En die moesten dan in bergen, die waren krank. Maar dat vonden we niet fijn. Ik kon niet veel slapen, maar dat, vooral in het laatste tijd dan ook. Dat ze begonnen te schieten, moesten we achter de bergeling. Met de bevrijding moesten we naar Turfhuis. Die mannen stiezen. Daarachter moesten we van alles de deuren zetten en de schilderingen van de muren. Want daar vormde schoenen zullen opgeblazen worden. Tenminste, dat zien ze toen nog. Maar we hadden ook nog een soldaat in de Schuurling. En die kwam spannen bij mijn vader of een overal mocht hebben. Nu zegt mijn vader, dat doe ik niet. Hij wil uit de Maasveld gaan staan. Dat dat een onderduiker was, weet je wel. Hij wil me anders aankleden. Ik zei, dat doe ik niet. Mijn moeder die wil hem dat ik overdag nooit in huis was. Die zaten er gewoon kort aan de weg natuurlijk. Ik moest altijd het veld in. Maar als er een razzia kwam, ja, dan was mijn moeder dat ze me te pakken zou nemen. Maar ja goed, het is allemaal gelukkig goed gegaan. We hebben ook s'nachts, dan gingen we ook van huis af. En dan oude een schuit blazen. Gaat een graf onder de berg. En als er dan een razzia was, dan ging wie doorin. Maar wie was dat zo zat, hier had dat gesjouwd naar buiten. En we moesten altijd ons opbergen. Achter in de Vosschule was een groot veld. Dat was dan een twiegweerd. Maar die twieg die werd gebruikt bij koops. Voor mannen en dergelijke. Maar ook s'nachts dan ging wie naar die twiegweerd. En dan zetten we in twee een paar hekken, zoals de boeren voor een dam hebben, weet je wel, tegenover met elkaar. En toen zaten we onder dan. Maar toen op een gegeven moment, toen kwam er zo'n machtig onweer. Nou, toen boven op ons aan de schok te wel. Maar ja, het was hartstikke donker. En er zaten ook nog sloten tussen die specialen op en zee. Maar als dan liggen, dan sprongen we over de sloot. Ja. Een ander maakt zich bang voor onweer en die aan de voordeel van. Ja, 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 ja. De trekkers kwamen hier langs en de boeren. Oh ja, Jan, jongens, dus al die hele delen vol trekkers. En ze kregen elke man een bad pap, met een broer. Nee, die had heel veel had. Het was één keer heb ik nog een schoen van me binnen. Had ik een schoen op een planken staan, maar die mensen hadden niks aan. En die heb ik toen meegenomen. De oorlog.
Wezepen jongens, wat doen ze in de oorlog om geld te verdienen? Nou ja, goed. Geld was er niet in Wezep. Dat en om een centje bij verdienen, gingen ze naar de bakker en daar kochten ze dan gebak. En dat werd weer veranderd met de Duitse soldaten. Hoe heb je Mordien kennen? Mordien kennen, nou. We waren een keer verzet, dat was genoeg, hè? Om te drukken met een hele koppel. En toen heb ik mijn zoon niet toegebracht. Maar waarom ging je die dan schelden? Nou ja, goed. Als die appels het dreugd waren, die kon je langer bewaren, dat kon je. Ik heb ze soms een anderhalf uur extra bewaard. Tante van ons, die... Dat was mijn ondertante, een klumpje. Die neugden dan als uitlop zijn als jongelui. Ja, ook al misschien je een beetje om te koppelen. Hij dat begreep. Nou ja, goed. Dat was samenhorigheid, hè. En dan draai je vroeger veel meer. Als er een boer ziek was of zoiets, ja, dan gingen de buren samen weer om te helpen. Ja, dat was echt mooi. De oorlog is afgelopen. Je wordt opgeroepen voor de militaire dienst. Ja. Hoe oud was je toen dan? Ik was 19 jaar. Toen dat training er was, toen kreeg ik al malaria. En toen heb ik 2 maanden in oog en alle liggen in Utrecht. Maar ja, ik moest later wel met de jongens mee. Je bent met de boot gegaan naar Indië toe, of niet? Ja. Wat voor boot was het en hoe lang heb je werk gehad? Dat was de Tegelberg. Die hebben ongeveer 3 weken op de boot zitten. Dan kom je door in Indië aan. Toen was die dan nog militaire kapel nog... En die moest een beetje blazen, dat moest. Maar ja, dat scheurt me ook al weinig mee op. Je bent door 3 jaar weg. Je hebt ook wat met de trein meegemaakt, of niet? Ja, dat was met de eerste punitiële actie. Dat was. Kijk, Sunders was altijd vriend op zich. Maar ja, toen moesten we op een trein stappen. Maar ja, we komen op een gegeven moment. Kom je via een grote rivier. En er zit nou ja, van die rails, die gaat ook over de rivier dan, met een boog en zo. Maar dan kregen we net verlof om even uit te stappen, even naar beneden gaan. Die lui, die waren ook niet zo erg gek. Die leunde een locomotief op dezelfde lijn waar de wie op zaten. Leurden ze die lus op volle stoom. Maar ja, toen kwam die locomotief eraan. En toen kwam die trein, die kwam tegen onze trein. Het was de bedoeling natuurlijk dat ze dat boom op die rivier waren. Dat de ding over, dat ze dan naar beneden zouden vallen allemaal. Maar we waren er gelukkig allemaal uit. Hoe ben je getrouwd? In Oldenbroek, in gemeente. Nou ja, toen om alle 12 hebben we naar de kerk gegaan. Het was nog goed weer en we kwamen uit de kerken. Nou, het en geur. We moesten met een drafje lopen dan naar de boerderijen door we brulften. Maar ja, van de brulften weet ik weinig meer van. Ja, want, toen we smiddags nog even een foto wist maken. Maar ja, we hadden slecht weer daar. En toen mensen met me fietsen samen lange weg over. Ik kreeg nog een bloempje in de hand, een azalea. En we moesten doorkomen te boeren in de voorspieling. Dat vergeet ik niet. Jansje, je bent getrouwd. Ben je ook op een huwelijksreis geweest, of niet? Dat was, jij hebt nog zwolle foto maken. Je hebt 5 kinderen gekregen, allemaal in de voorspieling geboren? Ja, allemaal. Je hebt eerst een boerderij gehad met 4 kuugjes. En mijn man die werkt nog bij de landbouw nog iets erbij. Nou ja, toen konden we ons redden. Maar ja, toen kregen we het met de ruggen. En dat vond niet meer. En toen moest van de dokter moest uitschrijven met de boerderijen. Nou ja, toen heb ik eerst nog een schefje met de koen nog melken en zo. Maar dat kon niet meer. Toen is mijn man naar Frikje gegaan.
Ach, ik ben de 25 jaar geweest, heb ik. Ik kon er heel best wezen. Ik had een mooi baantje eigenlijk. Ja. En de jongens die was dan al onder mijn man, die moesten deuzen maken. En alles laat me zeggen voor de verpakking. Dat is de enige die eigenlijk overlezen is tot nog toe. Wat was die eerst? Ja. Dat is dan wel natuurlijk triest. En die mis je altijd. Die reken je altijd mee. Ja. Jantje, vakanties? Nou, we hebben maar 3 keer met vakantie met de kinderen geweest. Dan ben je in Adenberg geweest. Maar we hebben altijd regen. Ik zei, nou, laat me niet meer achter in de vastkule zitten. Dan zie ik gewoon het land net zoals ik toen zou. Want we hadden geen auto. We moesten ons hier brengen. En ook nog een keer in een caravan zitten. Ook nog. Nou, het was slecht weer. Ik zei, nog nooit meer met vakantie. Nou, toen ben ik nog een keer naar Oostenrijk geweest met mijn dochter. Die gaat zwinten altijd hier. Oma, je gaat een keer mee. Nou, toen ben ik nog een keer naar Oostenrijk geweest. Ik ben nog een keer naar Rijnreis gehad. Hoe hobby's? Waar bent ie? Nou, ik was eerder eigen aan breien en doen voor de kinderen en kleinkinderen en voor de jongens. Kouten breien. En mijn man zei een keer, je schijnt eruit hier, want ik was veel te duur die kousen. En toen ben ik ermee uitgeschijnen. Maar ik wil geen wollen kousen meer dragen. Nou, dat was mooi van breien af. Maar ja, toen ben ik aan puzzelen gaan en aan lezen, wat ik graag doe. Arend, hoe hobby's? Nou, ik heb hier nogal een behoorlijk stuk tuin, daar heb ik nogal. En daar kan ik mijn vrije tijd, ik had mijn eigen baas natuurlijk. Maar daar kon ik mooi door werken. En dat doe ik nog steeds. Hoogtepunten in je huwelijk, Jantje? Die man had een solijs. En die kreeg toen een andere brommer en toen had ik de solijs. En dan tuf mix mens. Al vroeg ik mijn werk met die donna, ging ik naar mijn dochter toe en ja, die zat in de kleine kinder. En toen wilde ik mijn werk. En hier woonde in Bennenveld of in Voorthuizen. En toen gingen we 1 keer in de week ook eens hier en toen hulpen we ook hier. Mijn man lag op het land en ik hulp hier ook met de kinderen. Dat was mijn mooiste tijd. Arend, je voelt je betrokken bij de buurt, vooral van nieuwe buren. Hoe moet ik dat zien? Inderdaad, nou ja, goed. Als ik die hele loop van die vluchtelingen zie, nou, dat zouden wij niet kunnen eigenlijk. Want als ik dan hoor dat er zoveel verdronken zijn in de Middellandse Zee. Nou, dat is toch absurd. Dat is het. Toen ze hier aankwamen, toen heb ik een beetje nieuwsgierig ernaartoe gelopen. En toen heb ik haar gevraagd, ben je een moslim? Nee, ze was geen moslim. Ze was ook niet katholiek. Ze was christen. Nou, ik zeg, weet je wat, wij gaan zondags naar de kerk, heb je zin om mee te gaan? Nou, en tot nog toe, doet ze steeds nog, dan gaan ze mee naar de kerk. Arend en Jantje, 65 jaar getrouwd, lang zullen ze leven.